Hallo allemaal, ik ben Peter en welkom bij weer een nieuwe video van Clash of Clans met Krakeling. Eigenlijk had ik al ietsje eerder een video online willen hebben van onze clan war in de main clan. Het was een pittige clan war, maar Clash of Clans besloot weer om onderhoud te doen aan de servers, waardoor alle herhalingen van de aanvallen weg waren. Dat was dus erg jammer. Maar ik zit hier in de Krakeling school. En daar is ook een clan war geweest. De Krakelingschool is onze feeder clan, zuster clan, waar mensen opgeleid worden. En we gaan hier gewoon naar de clan war kijken. Een hele hoop te zien, leuke aanvallen. Let's go. We hebben gewonnen, dik gewonnen. Het was echt een hele mooie clan war. Zoals je ziet, de tegenstander heeft voornamelijk 2 sterren hier. 1 keer 3 sterren op Wim. En onderin 2-3 sterren. En wij hebben bovenin 2 keer 2 sterren en de rest is alleen op nummer 6 na eigenlijk is de rest gewoon allemaal gedriesterd. Dus super gedaan Krakelingen, dat is echt een hele mooie clan war. Gelijk al vanaf het begin vlogen de 3 sterren om de oren. Leuk om te zien. We gaan naar de aanvallen. We beginnen bij mijn aanval op nummer 9. Even kort wat over vertellen over de voorbereiding. Ja, toen ik dit dorp zag... Wij hebben in de school het principe dat iedereen de eerste aanval op zijn eigen nummer doet. Dus je weet welk dorp je aan gaat vallen. Je kan je daar prima op voorbereiden. Maak daar dus ook gebruik van. Nou, toen ik dit dorp zag, was het eigenlijk duidelijk om hier met Hawks op te gaan. Waarom? Nergens open plekken in het dorp waar reuzenbommen kunnen zitten. Dan is het eigenlijk al sowieso een prima dorp voor Hawks. Alleen hier kan nog een reuzenbom zitten. Nou ja, die kan uitgeschakeld worden. Dat vergeet ik trouwens straks, maar dat zien jullie wel. Ja, voor de rest is eigenlijk gewoon het plan om het klankkasteel te lokken. Hier in de hoek te trekken, uit te schakelen met heksen, tovenaars. En vanaf hier en hier met hawks erin. Wat dus belangrijk is als je dat doet, is om even te kijken of hier geen reuzenbommen zitten. Want als ze niet in het dorp zitten, zitten ze dus ergens buiten het dorp. Klinkt redelijk logisch. Hier en hier kunnen dus reuzenbommen zitten. Daar zet ik eerst muurbrekers neer om even te testen. Hier zit er inderdaad een. Dat gaan jullie straks allemaal zien. Verder neem ik ballonnen mee. Waarom? Ik ben stadhuis 8 met dit account. Ik heb 3 healspels. Nou, ik wil sowieso 1 hier en 1 hier. En dan hier nog ergens. Maar ik was bang dat ik misschien wat tekort kwam. Die koning kan lastig gaan doen. Dus zodra die lucht daar weer stuk is en ik ben... een beetje lager op de hawks, kan ik altijd nog mijn ballonnen inzetten om de rest neer te halen. We gaan gewoon kijken. Genoeg gelul, we willen actie zien. Oké. Nou, wat je hier dus ziet, ik begin met de muurbrekers. Hier zit geen reuzenbom, daar wel. Heel belangrijk, want als ik die hawks hier erin gooi en die reuzenbom zit er nog, dan heb je een probleem. Uitlok met barbaren, heel erg makkelijk. Klankstil is heel erg makkelijk uit te lokken. En hier zie je al, ik vergeet om deze reuzenbom te triggeren. Hier hadden wat hawks heen gemoeten. 1, misschien 2. Dat vergeet ik gewoon. Dat kan je echt aanval kosten. Gelukkig ging dat in mijn geval nog redelijk goed. Nou, we gaan even een klein beetje sneller. Standaard klankkasteelkill. En dan kom ik hierin. Oh ja, dat is ook nog wel interessant om te zeggen. Eerst even mijn koning en mijn reus neerzetten. Waarom? Dat leidt de defense af, waardoor ik later... verderop in het dorp mijn heels neer kan zetten voor de hawks. Werkt over het algemeen best mooi. Nou, hawks gaan op zich lekker. Blijven allemaal mooi hier in de heel, daar ook. Laatste heel voor de lucht daar weer. En zodra het... kijk, en hier zie je de hawks dus doodgaan door een reuzenbom. Het waren er niet veel, dus daar kom ik goed mee weg. Maar dat zijn van die kleine foutjes als je dat vergeet. Het kan je gewoon de kop kosten. Maar het ging goed. Ballonnen komen erbij, helpen mee opruimen. Nou ja, vanaf hier is het eigenlijk redelijk snel gedaan. En het dorpje is plat. Yes, yes. Volgende aanval. Gaan we kijken naar Wim op nummer 7. Waarom gaan we daar naar kijken? Het was een mooie clean-up attack. Clean-up attack, er was al een aanval op geweest. Er was geen 3 sterren. Daar kan je altijd gebruik van maken. Je weet waar de reuzenbommen liggen. Je weet waar Tesla's staan. Dus je kan die herhaling kijken en je kan je leger daarop aanpassen. En dat doet Wim heel mooi, dus daarom gaan we er gewoon naar kijken. Ook hij gaat er met hawks in.
Hier zie je al wat hij doet. Eerste reuzenbom. Hij weet dat hij daar zit, want dat heeft hij in de vorige aanval gezien. Gelijk triggeren, één barbaar. Tweede reuzenbom. Hok erin. Hij weet ook dat hij daar zit. Dan ben je van de twee grootste gevaren af. Heel slim aangepakt. Standaard clan kasteel kill met heksen. Doet hij ook prima. Oh ja, zijn heksen gaan trouwens wel dood. Dat ging ietsje minder. Wat je daartegen kan doen. Wat meer barbaren ervoor zetten. Puur voor de afleiding zodat je heksen onder bescherming staat. 3-4 barbaren gaat prima. Hij zet gelijk hier een heal neer voor die reuzenbom. Nou, gaat ook prima. Koning ruimt buiten op wat spullen op. Hij bewaart zijn derde heal mooi. Is hij geduldig mee. Plaatsing van die heal iets minder. Gaat beter iets meer die kant op gekund. Maar dat mag de pret niet drukken. Want uiteindelijk gaat alle defense gewoon stuk. Vaak is het ook beter om de heals te vroeg dan te laten gebruiken. En zoals ze zo mooi zeggen. Dode varkens kan je niet helen. En zo is het ook. Dus je kan beter zorgen dat ze in het begin allemaal overeind blijven. En het laatste stukje defense. Dat krijg je vaak nog stuk. De rest is clean-up. Gaat verder prima. Mooie 3 sterren voor Wim. Prima gedaan. Dan gaan we nu kijken naar de go wipe van Boba. Op nummer 10. Ook een prima aanval. Eerst een klankkasteel lock. En ook hier zie je weer een reuzenbom buiten het dorp. Ja, dit zijn echt slechte beesten eigenlijk. Klankkasteel is heel makkelijk uit te lokken. Je altijd zorgen dat hij zo moeilijk mogelijk is. Reuzenbommen nooit buiten het dorp zetten. Die wil je in je dorp hebben. Voor het geval er hawks overheen lopen. Zodat je tovenaars kan mollen. Een reuzenbom buiten het dorp heeft gewoon weinig zin. Maar goed, mooi voor ons. Maakt het alleen maar makkelijker. Bizarre plaatsing van de lucht daar weer trouwens ook. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Een hele brede inzet van de golems. Hartstikke mooi. Zodat je grote trechten maakt, veel opruimt. Oh ja, van Boba moet je weten, het is een natuurman blijkbaar. Hij ziet hier allemaal mooi groen gras en dan ziet hij hier toch van die dorre plekjes. En hij denkt, dat is niet goed. Dus wat gaan we daartegen doen? Jawel, bam, een healspel erop. Prachtig, man van de natuur. Erg attent. En waarom ook niet, hè? Grasprietjes healen als je toch maar twee spreuken nodig hebt om 3 sterren te halen. Ja, dat is helemaal prima. Goed, voor de rest gaat hij erin. Ja, loopt allemaal lekker. Golems lopen mee, tanken mooi. En het dorp gaat hartstikke plat. Prima go wipe. Ja, verder weinig over te zeggen. Gewoon mooi ingezet, mooi breed. En als laatste nog een verrassing voor mijn vriendin en collega Zoe. Want dat is toch wel erg leuk. Die kijkt ook mijn video's op Clash of Clans. Ondanks dat ze niks met Clash of Clans heeft, is ze fan. Ik vind het helemaal fantastisch. Dus bij deze verrassing, wij hebben onze eigen Zoe. Jawel, kijk eens aan. Die zag je niet aankomen, hè. We gaan er nog even naar kijken. Ook een prima go wipe. Ook weer standaard reuzen gebruiken om klankkasteel uit te lokken. Wederom een heel makkelijk uit te lokken klankkasteel. Naar de hoek trekken met wat barbaren. Ja, ook Boba zet er geen barbaren voor. Het kan gevaarlijk zijn. Beter gewoon 3 barbaartjes ervoor zetten. Zodat je zeker weet dat je heksen het overleven. Want die heksen kunnen later ook prima opruimwerkzaamheden doen. Nou, deze go-wipe ging eigenlijk ook wel grappig. Hij zette de trechter niet helemaal lekker in. Maar dat ging goed. Je zag wel dat de pekka's bijna afzwaaiden. Het is altijd belangrijk om de zijkanten op te ruimen. Zodat je alles je dorp inveegt. En hier zie je wat grappigs gebeuren. Hier beukt een pekka op de binnenmuur. Maar een tovenaar ook op de buitenmuur. En die gaat net iets eerder stuk. Waardoor alles buitenom gaat lopen. Ja, sommige dingen lopen gewoon zo. En kan je soms ook weinig aan doen. Als deze net iets eerder stuk was. Waren alle pekka's binnenlangs gegaan. Goed, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Pekka's die ruimen mooi op en die tanken ook mooi voor de tovenaars die erachter staan. Dus dat gaat verder allemaal prima eigenlijk. En ook wederom een mooie 3 sterren. Nou, dit waren even gewoon 3 hoogtepunten uit de Clan War.
Ik ga nog een nieuwe video posten. Ik heb besloten om deze Clan War in twee delen te gaan doen. Dit was de video met de hoogtepunten. En hierna ga ik gewoon nog een video met wat theorie en gewoon wat leerdingen posten. En aanvallen die wat minder gingen. En dan gaan we gewoon naar kijken waarom ging dat minder. Het is per slotverrekening de schoolclan. We zijn hier om te leren. En het is uiteindelijk ook gewoon leuk. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dit was Clash of Clans met Krakeling. Tot de volgende video.